Ik had het boek gelezen en ik weet dat ik toen... Dat was eigenlijk na de dood van mijn moeder, die ook een hersenbloeding heeft gehad. En dat zoveel herinneringen bij me losmaakte. Ook het feit natuurlijk dat je als kunstenaar, als schrijver of als acteur... Dat je op dat moment al weet dat datgene wat je meemaakt... Dat je dat meedraagt voor de rest van je leven. Maar ook dat je dat zoekt om dat een vorm te geven, een synthese te geven en dus eigenlijk ook te gebruiken. En dat is het dubbele, dat is ook het meedogenloze van ons vak. Dat je dat weet en dat er op een gegeven moment zich die kans aandient om die persoonlijke ervaring mee te verwerken in een groter verhaal. En dan kan je daar moeilijk nee op zeggen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.